10 jaar VB voor Betsy. Oké, even opletten, meiden. Vandaag gaan we geestballen maken. Ballen? Maar ik haat sport. Wat is dit? Ik ben hier om magie te leren, niet om te sporten in een of andere... Mallory, het is geen bal mee te sporten. Iedereen hier haat sporten. Badminton vind ik best leuk. Backgammon bedoel je? Dat is een bordspel en geen sport. Oh, ja. Ik haat sport. Meiden, een geestbal gebruik je om een geest mee te vangen en ze bezig te houden. Zodat ze jou niet in bezit neemt. Wist je dat heksen meer geesten aantrekken dan alle andere magische wezens? Is het een zweetgeur? Moeten we deodorant opdoen? Want ik heb geen zin om deodorant op te doen. Nee, dat is het niet. Hoewel je me nu wel bewust maakt van mijn zweetgeur. Geesten houden van heksen vanwege onze diepe connectie met de geestenwereld. Ze willen altijd heel graag meedoen met de actie en het gezellig maken voor zichzelf. Wat geen goede zaak is, want dan is er geen plek meer voor ons in onze mooie bezweten lichamen. Dat niet alleen, want op termijn vormen de geesten de lichamen om naar hun vroegere kwaliteiten. Je geestbal moet er erg mooi en aantrekkelijk uitzien aan de buitenkant om de aandacht van de geesten te trekken. En binnenin een probleemstuk bevatten die onmogelijk voor de geest is om op te lossen. Mijn probleemstuk bestaat uit diverse bedelarmbandjes die ik vergeten was uit mijn rugzak te halen. De geesten proberen die te ontknopen. Het mijne is een bonnetje voor een diner van 14 personen waar niet iedereen een voorgerecht heeft genomen. De geesten zoeken uit wie wat moet betalen. Zit daar al fooi bij? 10%. 10? We zijn geen monsters. Fooi is altijd 20%. Jullie zullen je geestballen vullen in groepjes van 2. Opie, jij gaat samen met Agatha. Rosie met Sarah. En Mallory? Ogenblikje even stoppen. Ik ben een individu, dus ik heb geen partner nodig. Perfect. Dan mag jij samen met Emma. Zij is ook een individu. Verdikkie. Hier zijn de omhulsels die jullie gaan gebruiken voor jullie geestballen. Versier ze naar eigen inzicht. Goed, wat wordt ons probleemstuk? Ik zat te denken om naar het strand te gaan, op zoek naar een spiraalvormige schelp en dan iets te doen met numerologische harmonie. Oké, goed gesprek. Zeg, weet jij waar we naar op zoek zijn qua probleemstuk? Want ik heb wat ideetjes. Als je wil dat ik de leiding neem, vind ik dat best. Oké, even een proefballonnetje, maar... Alles wat bestaat heeft een plek, maar welke plek heeft plek? Korstmos? Wat is daar nou mystiek aan? Ik zie niet helemaal waar je naartoe wil met al die dingen. Walglarven? Nou, ja, misschien kunnen geesten op zoek naar de schoonheid ervan of zo, of... Nee, dankjewel. Oh ja, Emma, dat ziet er te gek uit. Misschien vinden we wel een rare stalagmiet die op een president lijkt. En dan moeten zij raden welke president. Oh, natuurlijk. Je kiest het kleinste gat. Emma? Hoe kan het dat jij hierin past? Emma? Hallo? Oh nee. Emma, ik zit vast. Kan je mij misschien dan... Wat doe je nou? Emma? Wat is dat? Een kleine liaan? Wat heb je daar nou aan? Emma, stik nou niet steeds op mijn neus. Ik moet er namelijk van... Nou, dank je daarvoor. Ik weet nog steeds niet wat je voor ons probleemstuk nou precies zoekt. Emma! Hoe kom je aan zoveel vrienden hier? Ben je opgegroeid op dit eiland? Emma, hallo. Oké. Is dat waarom je niet met ons praat? Je bent in plaats van een loser gewoon de populairste persoon van dit hele eiland? Van de planeet? Wat gebeurt hier toch? Ach, laat maar. Ons probleemstuk wordt waarom jij zo populair bent bij de bosbewoners. Wacht, Emma. Wat is ons plan? Oh, zeg toch eens iets!